Ik ben Anwar. En ik ben Amber. Wil je net als wij je wiskundige skills vergroten om later als professional ingewikkelde berekeningen op te lossen? Dan ben je hier bij de HBO-opleiding Toegepaste Wiskunde helemaal op de juiste plek. Overal om je heen zijn er wiskundige formules die ons leven beïnvloeden. Van het algoritme van Netflix dat je helpt bij het kiezen van je volgende binge-watch, tot Google Maps zodat je altijd de weg vindt. Bij Toegepaste Wiskunde leer je hoe je deze enorme datapuzzel structureert. Kijk maar mee. Aan het begin van de opleiding leer je alle belangrijke facetten van de wiskunde kennen. Je bent bijna elke dag op school om in groepjes of individueel aan uitdagende opgaven en projecten te werken. Flink aanpoten dus. Gelukkig is de opleiding klein en kent iedereen elkaar. Zo kun je altijd terecht bij een docent of medestudent als je iets niet snapt. Tijdens je studie ga je bij verschillende bedrijven aan de slag om ingewikkelde problemen op te lossen. Zo mag je je hersenen kraken over complexe opdrachten bij bedrijven waar je later kan komen te werken. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, techbedrijven zoals Google en Facebook en in de topsportwereld. Onze studenten gingen aan de slag voor een Nederlands roeiteam. Om als eerste over de finish te komen tijdens de Olympische Spelen, hebben zij de hulp ingeschakeld van onze medestudenten. Sensoren op de boot meten de bewegingen van de roeiers. De enorme berg aan data is door studenten geanalyseerd om er zo achter te komen wie op welke plek moet zitten om optimaal gebruik te maken van de unieke kracht van elke roeier. Je hoeft van tevoren nog niet te weten wat je later met de studie wil doen. Dat wist ik ook niet. Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat ik de financiële sector heel erg interessant vind. En ik denk eraan om hierna een masteropleiding aan de universiteit te doen. En dat is nou het mooie aan deze opleiding. Je kunt er alle kanten mee op. Wil je meer weten over de opleiding Toegepaste Wiskunde? Kom dan naar de open dag.